Zo groot is de vraag en het aanbod naar donororganen. In 2016 lag het aantal orgaantransplantaties op 1266. 1071 mensen stonden op de wachtlijst voor een orgaan. Maar dat betekent niet dat iedereen die een orgaan wil er ook een krijgt. Zo wachten er 195 mensen op een long, maar werden er maar 73 getransplanteerd. Voor het hart stonden 101 mensen op de wachtlijst, maar 35 keer werd er een hart getransplanteerd. De nier wordt vaker getransplanteerd dan dat er mensen op de wachtlijst staan. 991 transplantaties tegenover 629 wachtenden. Voor de lever stonden 125 mensen op de wachtlijst. Dit orgaan werd 159 keer getransplanteerd. Naast de organen wordt er ook weefsel getransplanteerd. Bij het weefsel wordt vooral gezocht naar het hoornvlies. 716 mensen stonden op de wachtlijst. Het stukje weefsel dat aan de buitenkant van het oog zit, werd 1523 keer getransplanteerd. Het meest aangeboden weefsel is het bot. 2129 keer werden er botten getransplanteerd. Daar stonden eind 2016 maar 4 mensen voor op de wachtlijst. De overgebleven organen zijn meestal nog een aantal jaar houdbaar. Zo werkt 78% van de harten nog na 5 jaar. Overgebleven organen en weefsel worden ook gebruikt voor onderzoek.